Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Dutch Digger. Hier ook 2 jaar geleden geweest. Sindsdien is het voor eerst in jaren weer geploegd. Kijken of we wat kunnen vinden. Ik kom bij je terug met de eerste vondst. Wish me luck. Eerste vondst. Kale luid. Staat helaas niks meer op. En een leeuwenzend. Op naar de volgende. Flinterdum van koper. Wat tekst rondom. Geen leeuwenzend. Geen idee wat het is. Thuis schoonmaken. Hoop ik dat we er nog achter komen. En een hele mooie duit. Staat Utrecht. Achterkant. Moet nog wat beter schoonmaken voor het jaartal. Laat ik straks nog even onder in beeld zien. Het gaat in één keer lekker. Op naar de volgende. Nou, weer zo'n mooi signaaltje. 85. Kijken wat dit was. Het gaat hartstikke lekker. Weer een duit. Een leeuwtje met geheven zwaard boven de golven. Een duit uit Zeeland, Zeelandia. Achterkant is wat slechter leesbaar, maar hij komt in ieder geval ergens uit 1700. Hopen dat we nog wat zilver vinden. Of nog meer van dit soort leuke muntjes. Op naar de volgende. Volgende muntje. 1 cent, 1957. Niet zo oud, maar wel weer een muntje. Nou, het gaat hartstikke lekker. We zijn nog maar op het tweede baantje. En weer een cent. Na de Tweede Wereldoorlog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 muntjes. We zijn nog maar op het tweede baantje. Te groot voor een munt. Oogje. Het lijkt op een soort medaille of zo. Deze kant kaal. Deze kant leesbaar. Hoop ik. Gaan we even schoonmaken. Moment. Nou. Lijkt me niet oud. En ook geen idee waarom hier 2 pijltjes op staan. Als iemand weet wat het precies is, post dan even een comment onder de video. En daar gaat muntje 8 denk ik komen. Daar zo. Oeh, een kleintje. Ah, een halve Willemzend. Even schoonmaken. Een stuk van een vingerhoedje of een naairing. Muntje nummer 9. En een super scherpe duit. Provincie Gelria. 1768. Even de andere kant. Nou, muntje 10 is een hele mooie dikke plak. Een portret van een meneer die naar links kijkt. Ludo. En dan valt de tekst weg. Tekst rondom. Aan de andere kant een wapenschildje, maar is nu slecht te zien. Ga hem thuis schoonmaken. Dit is voor mij een nieuwe munt. Ik ben benieuwd hoe oud die is. Maar hier ben ik super blij mee. Nummer 11. Ik heb echt geen idee of dit überhaupt eigenlijk wel muntje nummer 11 is. Maar een borstbeeld, manspersoon, kijk naar links. Ik ken hem echt niet. Ja, aan de andere kant, zeg het maar. Benieuwd of we erachter komen wat het is. Nou, 1 meter verder. Muntje nummer 12, een leeuwencent. Dat is niet echt een goede conditie. Dat ik zoveel muntjes vind, ga ik jullie nu alleen de bijzonderheden nog laten zien. Hoop dat ik nog zilver ga vinden of iets heel ouds. Op naar de volgende. Nou, een paar dagen later. Het veld is inmiddels bevroren. Kijken wat we gaan vinden. Nou, ik zag wat mooi glimmen.
helaas geen zilver. Ik denk van een lepeltje of iets dergelijks. Van Winterswijk. Ziet er wel grappig uit. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar een rijwielbelastingplaatje. Uit het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog, 1940-1941. Hoop dat ik hem nog wat schoner kan krijgen. Ik heb er al meer gevonden hier. Blijven leuke dingetjes. Op naar de volgende. En een heiliganger in uitstekende conditie. Zo vaak vind je ze niet zo mooi. Ik ga nog even uitzoeken welke dit precies is. Ah, ziet er prachtig uit. Benedictus. Mooie vondst. En nog helemaal intact en goed leesbaar. Super. En nog een stuk van een vingerhoedje. En een 2 cent uit België erbij. Leuke munt. Achterkant helaas versleten. Nou, we hebben een paar weken moeten wachten tot de vorst uit de grond was. En zijn we terug op hetzelfde weiland. Duitje Overijssel 1765. En de volgende vondst, lepeltje. Niet zo heel erg groot. En een mooie ronde musketkogel. Nou, de volgende is een knoop. Oogje er nog aan. Ja, ik denk dat er wel iets opgestaan heeft, maar nu lijkt die kaal. Nou, volgende vondst. Dit versierde voorwerp. Ziet het op workshop gesp, daar is het tientje. Of misschien zit ik er wel helemaal naast. Ik ga hem schoonmaken en dan zie je hem straks terug.